Morrie, het verhaal van dit weekend. Vertel, vrijdag, puikenwedstrijd. Ja, vrijdag ging uitstekend, eigenlijk om het zo maar te zeggen. Drie periodes lang, ons gast, ja, hebben we echt gas erop gehad. Hebben gewonnen, we hebben het echt laten zien, verdiend gewonnen. En vandaag heeft ons één periode heeft ons de nek gedraaid, om het zo maar te zeggen. Maar hoe ga je dan die wedstrijd in vandaag? In je achterhoofd van, we pakken die wel even? Nee, ik denk dat niemand dat heeft, maar ik denk wel dat de bepaalde, ik weet niet, energie of zo er moest zijn vandaag en die er niet was in het begin van de wedstrijd. Heb je dan te veel gegeven afgelopen vrijdag? Ik dacht het niet, hè? Nee, dat denk ik niet. Ik denk als we hoe we vrijdag gespeeld hebben in de eerste periode, zeg maar, dat vandaag gedaan hadden in de eerste periode, dat het allemaal goed was gekomen, hoop ik. Maar dat is dinsdag moeten we het hopelijk gewoon weer drie periodes lang doen hoe we het van tevoren daar hebben gedaan. Ja, maar laten we even deze wedstrijd nog even van zondagavond pakken. 4-1 achter, ja, dat is natuurlijk niet goed. Tweede periode komen jullie heel, heel sterk terug. Maar wat blijkt? De kansen, hè? Ja, het zijn de kansen. Die moeten we, we moeten gewoon de achterkant van het net vinden, om het zo maar te zeggen. Dat was niet gelukt, niet genoeg gelukt. Hoe kan dat? Ik bedoel, als je dan vergelijkt met afgelopen vrijdag, dan gaat de ene kans en de andere gaat erin. Ja, ik heb geen idee. Dat is gewoon ook een gevoel. Kijk, we hebben op een gegeven moment in de tweede periode, wat je zegt, we scoren een goal. Dan zat de momentum zat bij ons weer erin, snap je? En als je dat erin houdt, zeg maar, en je blijft scoren, dan blijf je scoren. Maar als het op een gegeven moment niet lukt en het blijft niet lukken, ja, dan blijft het niet lukken, om het zo maar te zeggen. Dat is hoe ik erover denk, maar... Ja, dit is play-offs. Dit is nog een derde wedstrijd, dus nog alle kansen. Ja, zeer zeker. Dinsdag terug en hopelijk dat we daar de winst kunnen pakken. En door kunnen gaan. Hoe was de stemming naar het kleedlokaal? Ja, niet fijn natuurlijk. Stil, iedereen is teleurgesteld. En we zouden het vandaag heel graag hadden willen afsluiten. Maar we moeten ons herpakken en dinsdag terugkomen. Nou, dinsdag terug naar Dietz. Als je dan het spelletje weer oppakt, zoals jullie het kunnen, dan moet dat lukken. Hè? Ja, zeer zeker. Ja, hoe wij bijvoorbeeld daar gespeeld hebben, domineerden we eigenlijk de hele wedstrijd. Dus dat is, en ook... Vorige weekenden, zeg maar, ook de wedstrijden wat we verloren hebben, dat is gewoon heel jammer. Zeg maar we hebben echt de wedstrijden gedomineerd. En dat is wat u net zegt, ja, we moeten gewoon meer scoren in principe dan op zo'n moment. Hè. En dan winnen we de wedstrijd. Ja, dan beloof me één ding, laat die kansen niet liggen. Nee, gaan we niet doen. Komt goed. Succes. Dank u wel.